ik weet niet, in ieder geval mijn moeder kwam met het idee. Het was vorige week. Vorige week kreeg ik dus de afkeuring van dat ik bij Horrordam in Arnhem dus niet mocht filmen. Nou. Dus dat was... Super tof dat jullie kijken vandaag met deze nieuwe vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Miranda en het is nu 6:30. En ik ben dus net wakker. En ja, dus ik ben nog heel moe. Dus ik moet kleine ogen te kijken. En vandaag is er eigenlijk gewoon weer een dag zoals altijd. Ik ga dus me klaarmaken voor de dag van vandaag. Vandaag werk ik gewoon van 8 tot 12. Ga mijn dus ook klaarmaken. Ik neem jullie dag mee in mijn dag. Dus doe een duimpje omhoog voor deze vlog. Abonneer je beneden op mijn kanaal als je nieuw bent. En veel plezier met kijken naar deze nieuwe vlog van vandaag. 7. Dus ik ga nu eten. Nou, ik ga eerst een koffie. Want dat is ook met zijn bord in de woonkamer opgegaan. Maar ik ga het in ieder geval niet opruimen. Dat doe ik maar zelf. Dus doe het maar lekker heel. Ik doe het niet. Ik knal jullie even op het statief. Ontbijt is klaar. Alleen nog even melk en suiker in de koffie gooien en dat ik kan buiten. Dus beneden. Wel eentje die we mogen. Ook hier van deze van vlogger. Ik ga tanden poetsen. Ik moet zo de deur uit. En het is 7:15 nu. Ik zou dan eigenlijk op de fiets moeten zitten, maar ietsje later. Maar niet zo laat als gisteren of de dag ervoor. Gisteren ging ik om 5:30. Dus 8 weg. Ja, dat is natuurlijk niet slim. Het filmen van, ja, gewoon, ik kan niet voor hem op iets, want het is donker, nee, dus heeft geen zin, dat zie je nu niet. Ik kan het met mijn telefoon doen, maar ja, die kwaliteit is niet zo, dus daarom doe ik dat niet. Dus ik ga zo fietsen naar het werk, dus dan zie ik die ja, straks wel. Voor jullie is het over, is het straks. Zo meteen al dat ik terug ben. Maar voor mij is het over 4 uurtjes dat ik terug ben. Dat ik klaar ben met werken. Dus ik zie jullie straks over 4 uurtjes wel voor mij dan. Nou, ik zit op mijn fiets. En het regent op mijn thank you.
Amsterdam en Arnhem dus niet mocht filmen. Nou. Dus dat was zo'n aanleiding om in Renkum wat iets soortgelijks te organiseren, maar dan in het bos. Bijvoorbeeld, dat die persoon kan daar toestemming voor krijgen van het bosbeheer, dus van de boswachter. En, maar moet ook toestemming hebben van gemeente Renkum en al die vergunningen en al die zooi. Dus dat. En die vrouw vindt het wel een goed idee voor mij. Want ik weet zelf als, omdat ik ook in Renkum ben opgegroeid, heb ik wel meegekregen van dat Renkum eigenlijk gewoon slechter is geworden. Want de winkels, er zijn een heleboel winkels staan leeg. Er zijn nu wel een paar nieuwe bijgekomen, maar er staan nog een heleboel leeg. En er is in Renkum er niks aan gedaan. Niks aan evenementen voor jongeren, niks of wat dan ook. Dus dat is niet leuk. En de enige waar wel geld wordt ingestoken door gemeente Renkum is Oosterbeek. Daar staat in Oosterbeek staat het gemeentehuis, maar het heet gemeente Renkum. Ik kan beter gemeente Oosterbeek heten. Maar, dus het is wel een goed idee, dus ik ben wel slim. Ik kan goed nadenken. Ik heb goede ideeën. Ik ben creatief. Zie je maar. Alleen ik heb vanmiddag bij de Scapino niet gevlogd, omdat het echt een zoektocht was. Echt niet normaal. Dus normaal zat hij hier in het centrum, in de stad zelf, maar nu zit hij bij het busstation in de buurt. Zo. Ja. Ik heb net een berichtje of geschreven, een reactie, onder een reactie van de politieagent, dus van de wijkagent. Bij mijn ouders in de school, op de school, maar bij mijn ouders in de buurt, hebben we een school zitten. Eigenlijk eentje, de Albert Schwartz school, en daar wordt het parkeren regelmatig ouders gewoon zodanig gewoon de auto dat wij dus bijna geen ruimte meer hebben om door te komen als fietsen niet, soms uit mijn mobilist niet, en dat is ook soms nog eens gevaarlijk, want ouders gooien, ik zeg lukken, raak gewoon de deur open, ja, en wat dan kan gebeuren, dan knal je er tegenop en dan krijg ik hetzelfde als mijn moeder, en dat willen we niet, want dat want ik had het ook aan mijn moeder doorgestuurd, want mijn moeder heeft zelf zo vaak aangegeven, maar daar wordt niks mee gedaan. En dan dacht ik van, dat doe ik het maar. En dan zou ik het gewoon een keer vloggen. Dan heb ik toch nog mijn belbewijs. Maar ja, wanneer ben ik nou recht? Of Oscar of zo'n politieagent, of weet ik veel wie. In ieder geval iemand in de handen van zo'n politieagent. Zo. Ja. Ik hoor je misschien denken van, zeg van stik voorzichtig. Nou, en bedankt vriendelijk. Wel vriendelijk bedankt. Maar jullie willen dat ik even stik. Kom. Die zitten van die tarwe dingen of zo in of zoiets. String komt bij. Voor een hele middag te drinken, toen jongen denk ik van koek, nou gluten, granen zitten erin. God, vind ik dat gek dat ik stik. Bah. Zo, zeg hallo. Trouwens, ik zit er een keer te denken, wat ik er nou over had, is over de politieagent, wijkagent. Ik kijk de vlogs van politievlogger Jan Willem. Maar dat komt ook omdat het nu ook niet warm is. En ik omdat dit zit te drinken, krijg ik dat door. Drink dit op, ga ik even Jan Willem even een berichtje sturen. Met die vraag. Dat klopt. Nou, is mijn moeder dat. Die heeft ook sinds zo kort Insta. Mam, ga weg van Insta, volg me niet. Laat me rust. Ik krijg het nou koud, ik ga nou echt een vest pakken. Moest het ook dat het iets goeds is. Dus misschien gaat hij luisteren naar mij. Alsjeblieft luister naar mij. Kom zeg. Het is wel niet waar ik woon, maar mijn ouders wonen er wel. Dus. En ik kom er regelmatig, dus dan ja.
Dan maak ik het ook weer mee. En ik zie dat mijn camera weer opgeladen moet worden. Maar. Ik ga in ieder geval eerst even mijn camera doen. Maar eerst even mijn jumpsuit aantrekken. Ja. Dus ik. Oh ja, mocht je afvragen waar ik deze trui vandaan heb, dan link je ervan van die website. Ja. Van die webshop Spreadshirt, daar komt die vandaan. Ik heb trouwens ook een eigen merchandise ervan, dus die zal ik ook in de beschrijving zetten. Want het is eigenlijk dus wat de merchandise wat op mijn webshop staat ook op Spreadshirt, eigenlijk precies dezelfde kwaliteit. Dus het is goede kwaliteit, het is echt niet slecht. Alleen wat het spul niet tegen kan, is tegen de droger. Want daar heb ik één foutje een keer mee gemaakt. Niet met deze, maar met de vorige. Dus die heb ik toen weg kunnen gooien. Dat was zonde, want ik kreeg hem niet meer aan. Maar ik voel me eigenlijk nu wel iets comfortabeler. Met het feit dat ik gewoon buiten durf te vloggen en niet bang ben. Kijk, ik weet wel, mensen gaan waarschijnlijk weer aan zitten kijken. Ik kan natuurlijk ook kijken op abonneer op mijn kanaal, maar dat doe ik dus niet. dat ga ik dus niet doen, want dan lijkt net een visje waar ik op de markt staat. Dus doe dat maar niet. Nou, veters los. Echt, die veters van mij die zijn zo irritant. Echt, niet normaal. Ik weet niet of ik op stap ging praten, maar oké. Los. Echt. Wat een rotvee. Fans, als je dit ziet, verander het alsjeblieft niet. V-E-N's van hagelslag, maar V-A-N's. Fans, fans. Ik ga het zo wel spreken. Ik zeg fans, want zo spreek je het officieel ook uit. Nou, ik kan volgens mij beter een schaar gaan pakken, volgens mij. Maar ja, dan kijk ik mijn schoenen ook niet meer aan. Dus dat, noem ik het woordje schaar, dan gaan ze los. Dat is een magisch woord of zo. Voor mijn schoenen. Eén schoen is uit. Ik ga dus zo mijn kamer doen. En dan moet ik ook de was doen. En dat ga ik gewoon met de camera gewoon naar beneden. Want ik heb gewoon schijt aan diegene die beneden zit. Als het begeleider is, dan oké. Okay, want dat is een begeleider. Dus ik zeg dat kom ik doen en niet hem hoeft te denken. Dus. Misschien als ik hem voor hem bij hem langs loop, voorbij hem loop, dat ik dan met de camera langs loop en dat ik dan er misschien wat van zegt. Maar ja, dat boeit mij geen energie. Misschien komt het niet over als ik zo onzeker ben erover. Nee, ik weet het onzeker. Maar ook niet bang voor hem hoor. Hij is best wel fors stevig. Dus van zichzelf. Dus dan lijkt hij alsof hij echt een agressief persoon is. Nou, dat is hij eerlijk gezegd wel. Dan laten we het hier pissen naar het zak boven. Nou, hier mijn kamer. Nou, toen hoorde ik het en toen voelde ik me al niet veilig. Terwijl mijn kamerdeur op slot zit. Hoe kan dat? Kon ik je nagaan. Hoe gevaarlijk hij dan niet zo zou kunnen zijn. Hoe beangstigend hij is. Jongensbroek aan. Schoonmaken. Het is nu meer of twee uur. Jongensbroek heb ik aan. Nu ga ik naar de was doen. Ik neem mijn camera om mee. Ik heb gewoon schijt. Dan in plaats van mij zo aan te zitten kijken. En misschien zal hij straks wel tegen de begeleider erover gaan zeggen. I don't care fuck about it.
Echt niet. Het boeit me niet wat je ervan denkt. Ik doe gewoon lekker wat ik zelf wil. Kom zeg. Ik ga niet eens... Kijk, je praat niet beneden, maar dat komt vanzelf. Dat komt vanzelf wel. Maar wat ik nu ga doen is dus even de poep poetsen hier. Dat kan nu ook gebeuren. En daarna mijn camera opladen. Want een... Ja, dat is eigenlijk het enige. En dan nog een paar video's. Ik zou gisteren video's uploaden, maar daar is helemaal niks meer van gekomen. Dus daarom doe ik het maar zo meteen. Ik moet nu even lekker met elkaar aan schoonmaken. En als straks de was klaar is, dan ga ik bij de was in de weg niet klaar. Dus ik begin dan maar switchen naar de droger. Auw, heet. Zo. Ik poets gewoon even om de camera heen. Ik ga je niet oppakken. Nu hoort het dat ik poets. Mijn spiegel moet ook gewoon even vervangen zo. Ja, ze hebben hier geen glassex, dus als ik dat had gehad, had ik dat kunnen schoonmaken. Volgende keer koop ik zelf even glassex. Ja, of misschien dat ik het straks aangeef, luister, voor de spiegel is het beter om glassex te hebben. Want dan wordt die beter schoon. Zo. Want ik ga vandaag gewoon even mijn kamer goed doen. Nou goed, hoeft niet, want hij is van de week heb ik hem al opgeruimd. Dat was maandag. Dus dat was niet nodig. Maar ik haat dat ik lang haar heb. Ik vind altijd overal mijn haren, echt. Dat is ook zo vervelend. Want ik heb trouwens jullie een vraag. Wat vind je leuk? Als ik schoonmaak dat ik muziekjes eronder plaats? Of vind je het leuk als ik gewoon tegen jullie praat? Want ja, dat verschilt nou per persoon wat ik leuk vind, hè? Kijk, met jullie wil ik natuurlijk wel rekening houden, maar... Met die andere huisgenoot hier beneden, nada. Eeuw! Bah, gadverdamme. Gadverdamme. Lach. Het knagaan, het zijn mijn eigen haren. Eeuw! Ah! Getsiderry. Bah! Ech. Kijk, knagaan, het zijn mijn eigen haren en daar kan ik al niet tegen. Zo, dat is ook weer. Alleen nu moet ik de kastjes nog doen. Daar pak ik altijd een ander doekje voor. Want ik vind het echt ranzig als ik met dat doekje van de wastafel op de kasten ga doen. Het is 6 uur. Ik heb bewust zo lang gewacht omdat ik niet wist van of ze nou hier klaar waren of niet. Statief neem ik mee zodat ik er straks voor jullie ook kan vinden met onderling terwijl ik kook. Ik heb hier vlees, aardappelschijfje, en deze. En een potje groente denk ik wel.
Ik ben eigenlijk nooit zo'n echt zo'n grote eter of zo. Vroeger was ik dat wel. Maar nou niet meer. Ik moet dus de vaatwasser waarschijnlijk aanzetten, want dat is nog niet gebeurd. Want dat is nog. Down the years it's been a ride. And now I'm sorry how I'm all, it's not in tonight. And on as we go we seem to fight. But baby that's just the way we love. And only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be. And yes, we don't have time to say goodbye. And this ain't the last time. Ik heb gegeten, wat dingen gedaan. De was in de droger. En de... Ik ga douchen. Dat is nu al nodig. Ik zou om 7:30 douchen, maar het is nu 7:50. Dus ik ga echt douchen nu. Dat moet echt gebeuren, want anders word ik echt niet schoon. Of weet je, fris of wat dan ook. En dan kan ik ook niet lekker slapen als ik niet gedoucht ben. Dus dat is het enige zeker wat ik nu dan moet doen. En dat is douchen. Dus ik ga mijn pyjama pakken. Want ja... Ik moet in ieder geval wel een pyjama aan, want anders kan ik natuurlijk moeilijk slapen natuurlijk. Ik heb nog steeds last van mijn grote teen. Die nagel doet zeer en dat merk ik nu weer. Dus wat... Ik ben gedoucht. Was is klaar. Die heb ik al lang naar boven genomen. Voordat ik buiten adem ben. Die trappen je. Daar word je echt moe van. Daar raak je ook buiten adem van. Maar het is nu. Even kijken hoe laat het is. Dus ik moet vanavond een beetje. Het is 9:15 bijna. Dus ik ga zo slapen straks. Nu nog niet, straks. Maar eigenlijk ga ik toch nu niet veel meer bijzonders doen. Al voordat ik ga slapen. Ja, ga buiten adem. Ik raak moe. En dan ga ik me verspreken. Struikel ik over mijn woorden. Dus ik ga zo lekker naar bed. Lekker is even nog ontspannen op bed. Met mijn laptop op schoot. As usual. Maar. Ik. Wil deze vlog. Afsluiten. Vond je hem leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer hier beneden op mijn kanaal. En dan zie ik morgen bij een nieuwe vlog weer.